je eigen groepsaccommodatie bouwen. Heel Nederland aan de kook en meet in Emmen. Daar gaat het over in Ondernemen in Drenthe. Bij Growing Emmen in Emmen in de ondernemersfabriek, daar zijn we vandaag. En drie gasten zitten naast mij in de stoel. Dat zijn Gesina Noordhuis van 25 graden noord uit Drouwen en Veen. Daphne Gengler van de Fresh Food Academy. En Anneloes Hut van Metal and Plastic Supplies Hut uit Emmen. Wat een naam. Ja, inderdaad. Ja, als je het zo zegt, de hele mond vol. Was het expres zo gekozen of is het toevallig zo ontstaan? Nou, oorspronkelijk heten we eigenlijk metaalwarenfabriek Hut. Dat was helemaal in het begin. En op een gegeven moment deden we niet alleen maar meer stampwerk, maar gingen we ook oormerken leveren, plastic oormerken. En toen heeft een marketingbureau, geloof ik, destijds deze geweldige naam bedacht. Ja, want even over het bedrijf zelf. Het bestaat al een aantal jaren, hè? Ja, volgend jaar bestaan we 75 jaar. Ja, en wat doen jullie? Wat doen wij? Ik heb een aantal producten meegenomen eigenlijk. Want wat we doen is dieptrekken uit metaal. Dus uit bandstaal maken wij verschillende producten. Dat kan bijvoorbeeld een flesopener zijn of het dopje wat hieraan vast zit. Als je een handgereedschap hebt met een houten heft, dan zit er vaak een dop op, soms ook aan de achterkant. Die doppen die maken wij. Dat doen we eigenlijk al vanaf het allereerste begin. We hebben een buismanlepeltje. Oh, die laat ik even opbouwen. Ja. Die zitten dan in van die potjes. Ja, in die potjes inderdaad. Ja, dat is eigenlijk nog heel ouderwets. Maar Buisman heeft op een gegeven moment een keer bedacht, we stoppen met die lepeltjes, doen we niet meer. En toen hebben heel veel klanten gebeld met Buisman. Die waren helemaal in de stress, waar is het lepeltje? Dus gelukkig leveren we het nog. Deze vind ik wel het mooiste, eerlijk gezegd. Ja, dit okay. Ding. Ja, nou welk deel is van jullie? Deze, geloof ik. Ja, dit, exact. Alleen dat kleine dopje. Ja. Oh, ja. Dus als ik jullie bedrijf even mag beschrijven, dan leveren jullie allemaal onderdelen. Ja, klopt. Klein massastampwerk van metaal. En dan daarnaast zijn we dus, toen de regeling voor de runderen kwam, voor de oormerken, zijn wij daarmee begonnen. Maar dat maken wij niet zelf. De gele flappen in de oren. Ja. De gele flappen in de oren, ja. Maar wij hebben geen spuitgietmachines, dus we krijgen de oormerken aangeleverd. En we laseren de oormerken op het moment dat er een oormerk uitvalt bij een koe. Ja. En dan sturen wij dat zelf weer naar de klant. Hoeveel van die onderdelen, in het totaal wat jullie maken, is Meet & Emmen dan? Hoeveel maken jullie er per jaar? Oh, miljoenen. Heel veel. Soms hebben wij van één dopje gaan er bijvoorbeeld 500.000 stuks naar een klant. Van gewoon zo'n heel klein dopje wat erop zit dan? Ja. En met hoeveel mensen doen jullie dat dan? We zijn met 12 man. Oké, ze vooral voor machinewerk begrijp ik dan. Ja, klopt. Ja. In feite, als we het goed doen, dan zetten we een stempel onder de pers. En dan kan die zo heel wat slagen maken. Een hele run draaien. Want het is gewoon een soort stukje staal wat erin gezet wordt. En dan is het een ding wat erin slaat. Zo moet ik dat voorstellen? Ja, er hangt een rol bandstaal hangt aan een haspel. Dat gaat vervolgens door het stempel heen. En in heel veel stappen maak je eigenlijk je product. En op het eind wordt het uitgesneden en dan is het klaar. Ja. Dan gaan we het vervolgens trommelen. Ja, om te zorgen dat de olie, het water wat we gebruiken tijdens de productie, dat gaat er dan af. En eventueel een klein braampje bijvoorbeeld. En dan vaak gaat het naar onze partner in Enschede. En dan krijgen we het vernikkeld, vermessingd, verzinkt. Net zoals de klant het wil, krijgen we het weer terug. Ja, ja. Jullie zijn 75 jaar geleden begonnen. Hoe is het eigenlijk begonnen dan? Op een zolderkamertje, geloof ik. Ja, ik heb het bedrijf van mijn vader overgenomen. Hij heeft het weer van zijn vader overgenomen. En zijn opa is ooit begonnen. Wat ik begreep op een zolderkamertje in Velp, onder Arnhem. Ja, en na een paar jaren zijn ze in verband met de veenarbeiders en zo. Hier zijn ze van Velp naar Emmen verhuisd. En sinds eind jaren 40. In 45 zijn we opgericht. Ik denk rond 1950 dat we in Emmen zitten. Ja, en jullie doen eigenlijk nog steeds dan hetzelfde? Of dat dan? Ja, maar wel heel veel meer. We hadden een paar honderd vierkante meter toen zij destijds begonnen. En inmiddels hebben we, denk ik, mijn vader, laten we dat zeggen, ik niet, maar mijn vader, 4, 5 keer uitgebouwd, denk ik. En nu hebben we een paar duizend vierkante meter. En heel wat, ja, heel veel producten erbij. Je hebt wel paperclips gemaakt, hè? Ja, ook nog. Ja. Ook niet meer. Nee. Die lacht erbij. Zo van, nou, dat was een leuk product, maar voor de rest? Ja, nou ja, goed, dat was inderdaad wel leuk. Het was heel mooi om te zien hoe die dingen gemaakt werden. Dat was natuurlijk heel dun staaldraad. Het is echt een heel mooi proces.
Alleen, ja, mijn vader heeft destijds wel wat heisa gemaakt. Want wij hadden eigenlijk te maken met oneerlijke concurrentie van de Chinezen. Oh ja, de Chinezen weer, hè? Ja, de Chinezen. Ja. Dus nee, daar hebben we mee moeten stoppen. Ja. Dat ja. is, ja... Zo kan dat gaan. Precies. Heb je altijd het idee gedacht van ik neem het over? Nee? Nooit. Nee? Nee, juist eigenlijk het tegenovergestelde. Mijn vader heeft ook altijd gezegd, de kinderen komen niet in de zaak. En ik heb een paar jaar in Frankrijk gewoond. En ze wilde ook eigenlijk helemaal nooit terug naar Emmen. En op een gegeven moment ben ik vanuit Groningen gaan werken in Emmen. En ik vond het echt geweldig meteen op de zaak. En toen had ik een aantal goede klanten binnengehaald. Dus toen ben ik naar mijn vader gegaan. Ik zei, nou, ik wil eigenlijk wel wat meer gaan verdienen. Ja. En hij zei meteen, ja, is goed, joh. Nou, was het maar zo makkelijk. Nee, maar toen gingen we wel met elkaar in gesprek. Van, nou, misschien is het leuk als ik de zaak over ga nemen. En nou, zo is het eigenlijk gegaan. Dat was in 2013 en vorig jaar heb ik het definitief overgenomen. En word je nog steeds gecontroleerd dan, zeg ik erbij? Hè? Is het zo dat het vader nog steeds vaak in de zaak komt om te kijken hoe het gaat? Nee, niet om te controleren. Hij is nog wel heel geïnteresseerd natuurlijk. Maar nee, ik geloof dat hij wel vertrouwen heeft in dat het allemaal goed gaat. Ja. Ben jij dan de meer commerciële persoon? Ja. Heb je dat er meer in gebracht? Ja, ja. Dat denk ik wel, ja. Ja, toen ik ben begonnen... ik heb een paar jaar in Frankrijk gewoond en een Franse klant kreeg te horen... Hey, dus, er zit nu iemand die Frans spreekt. Nou, dat vinden de Fransen over het algemeen natuurlijk nogal prettig. Dus toen hebben we eerst een aantal Franse klanten erbij gekregen. En toen zijn we naar een aantal beurzen gegaan. En ja, ik ga daar dan naartoe met zakjes, met al die kleine dopjes en zo. En ik stap op elke stand af. En op die manier hebben we best wel wat klanten ook erbij gekregen. Dus ja. ik geloof dat we inmiddels 40% meer export doen dan dat we deden. Dus, vrouwen zijn betere onderhandelaars dan mannen, hè? Ja, ik wel ben dat sowieso beter dan mijn vader, geloof ik. Ja, veel harder dan? Ja. Of, ja, ik denk het wel eigenlijk. Want het zijn allemaal stukken. Dus de marges zullen niet super hoog zijn per stuk. Nee, je moet van massa hebben. Ja, absoluut. Ja, per stuk is het nul natuurlijk. Waar beginnen jullie dan? Bij 100.000, bij 200.000? Nou, het ligt eraan welk product je afneemt. Maar ik denk dat het de meeste doppen, als je één doos hebt, dan zit er al gauw bijvoorbeeld 5.000 stuks in of 10.000 stuks. Mm. Het is toch wel prettig als er in elk geval één doos afgenomen wordt, minimaal. Ja. Maar ja. Als je bent veel commerciëler, waar eindigt dit dan? Wat zou je nog graag willen maken? Ik denk wat groter stampwerk nog wel. Mijn vader heeft ook nog een bedrijf gehad in Raamsdonksveer, Geertruidenberg. Dat heeft hij verkocht aan iemand anders. En die draaien eigenlijk ook heel erg goed. En die hebben veel grotere machines die veel dikker materiaal kunnen stampen. Kleinere aantallen, grotere producten. En ja, als daar ook nog vraag naar is, dan lijkt het me nog wel mooi om nog een machine bijvoorbeeld erbij te zetten. Je bent op overnamepad. Zoiets. Nou, ik denk niet dat hij dat zou willen. Maar wellicht wel een bepaalde mooie samenwerking die we nog kunnen starten. Ja, gewoon gemaakt in Emmen. Meet in Emmen, alle onderdeeltjes. Ja. We gaan eens even buiten kijken. Ik ben Carl Lubbers. Ik kweek kerstbomen. Meerdere soortjes van natmanders, freesia's. Omorica's, fijn sparren, dat soort werk doe ik dus van klein tot groot. We deden het van huis uit. Mijn vader deed het eerst, dus toen waren we jaren 15, 16. Toen zijn we dan mee begonnen. Dus dan had ik een stukje hier en een stukje in Oosterresselen. Dus in principe doen we het al heel lang. Eerder hadden we alleen maar fijnsparren. Die andere bomen kwamen pas later, zeg maar, de laatste 20 jaar. Je moet spuiten, wat ik de laatste jaren dan niet meer heb gedaan. Omdat ze zo groot waren, dan hoefde dat in principe. Maar verder, als ze klein zijn, dan hou ik ze schoon. De eerste twee, drie jaar, daarna laat ik het groeien. Nou, dan verpoten, zoals wat ik hier heb staan, die kleintjes, die zet ik dan uit elkaar. Nou, af en toe snoei ik, als er twee dubbele pieken komen, dan haal je er een piek tussenuit.
Ze zijn altijd vrolijk. Als de mensen hier komen, dan is het, voelt net in Canada, zeggen ze soms. Als ze die tussen die bomen door kunnen lopen, weet je wel. Dan kunnen ze zelf eentje uitzoeken. Dus dat is, dat vinden ze ook vaak heel mooi. Om gewoon direct van het land af. Zo gaat dat hier, ja. Dus dan, dat vinden ze het mooiste. Ik vind het gewoon mooi om sowieso wel er gewoon simpelweg tussendoor te lopen. Het werk op zichzelf is wel zwaar, maar het is ook lekker. En je bent veel buiten, dat op zichzelf vind ik het gewoon hartstikke fijn. Dus dat, is, dat mag ik graag doen. Dat was op een andere plek in Drenthe. We zijn weer terug hier bij Growing Emmen. Jullie, wisten jullie dit eigenlijk? Even terugkomend op Hut. Dat dit soort onderdeeltjes hier gewoon in Drenthe worden gemaakt? Nee, ik wist dat niet. Nee. Ik had ook niet gedacht. Ik dacht eerder van, nou, dat zal vast in het buitenland ergens worden gemaakt. Of, ja. Is toch wel zo. We kunnen hier meer dan we denken. Zo is het. Ja. Oké, Daphne Gengler. Fresh Food Academy. Ja. Daar ben jij van. Klopt, inderdaad. Voedsel, vers voedsel, misschien streekvoedsel. Zeg het maar, wat doe je stukje dan? Stukje educatie, inderdaad. Ja, wat doe je dan? Hoe komt dat? Misschien kan ik even bij het begin beginnen, hoe het ontstaan is. Dat is misschien duidelijk, want wij hebben ook zelf best wel lang gedacht van wat is het nou eigenlijk? Het is een soort spin-off van de aspergeboerderij Sandoor. Ook hier in de omgeving van Emmen. Mm-hmm. Zitten ze Erika in Nieuw-Amsterdam. En dat is er eigenlijk al jaren. Mijn ouders zijn daarmee begonnen. Ruim 20 jaar geleden, van heel klein. Kleinschalig, zeg maar, een aantal rijen asperges is dat gegroeid tot een heel leuk bedrijf nu. En we geven daarbij ook rondleidingen en steeds meer dingen gaan we doen. Maar eigenlijk dus... maar 3 maanden in het jaar, hè? Want de asperges zijn er maar een paar maanden, dan is het afgelopen. Ja, precies. Dan staat het leeg. Ja, inderdaad. Dus we merkten heel erg dat de vraag ook wel kwam van, wat doen jullie eigenlijk buiten die 3 maanden? Doen we het gewoon op de stoel zitten en wachten tot de asperges weer komen. Dat is niet zo. We hebben eigenlijk, we doen dit met het gezin eigenlijk. Vanavond mijn ouders die ermee zijn begonnen. Mijn broertje en ik zijn er nu ook heel actief mee. We hebben allemaal nog een baan ernaast. Okay. Dus dat doen we eigenlijk in die 9 maanden daarbuiten, buiten het seizoen. Maar je dacht, ik moet wat gaan doen, ik moet het uitbreiden en toch iets doen met voedsel. Ja, want het is zo leuk eigenlijk. Zeg maar, die 3 maanden zijn zo leuk. Dus we wilden daar meer mee doen. En de ruimte was er. En we hebben alle middelen om meer te gaan doen. En het blijft toch een beetje het vers voedsel, het stukje educatie wat we dus al geven. Mensen leren. En je merkt ook dat mensen geïnteresseerd zijn in waar producten vandaan komen. Niet alleen voeding, maar ook kleding zie je dat. Maar in dit geval zeg maar, past landbouw past goed bij ons en voedsel en het stukje overbrengen van hoe werken dingen. Hoe wordt een aardappel bijvoorbeeld getild? Niet alleen een asperge, maar... Maar nu is Anneloes denk van, ik besta volgend jaar 75 jaar, want zo is het. Hè? Ik heb met mijn personeelsleden, ga ik naar jou toe en dan kom ik bij je Fresh Food Academy. Wat geef je ze dan mee? Wat doe je dan met ze? Ja, dat kunnen verschillende dingen zijn. We organiseren zelf activiteiten. Daar kunnen mensen zich voor inschrijven. Maar als jij wil langskomen met je personeel, dan zijn er verschillende opties. Je kan een kookwedstrijd doen. We hebben heel Holland aan de kook. Kunnen gaan steppen door de landerijen. Dat je een stukje uitleg krijgt over wat staat hier nou eigenlijk en hoe werkt dat. Dus zo zijn er heel veel opties, tapas, workshops met verse producten. Als je mezelf maakt. Mee om? Ja, wel mensen bezighouden en ook iets toch, het moet leuk zijn, maar we willen ze ook iets leren over vers voedsel en hoe wordt dat nou gemaakt, waar komt het vandaan? Ja, want hoe heb je erover nagedacht? Ik bedoel, de asperges weet je dan, maar je wilt graag dat het bedrijf dus wat rendabeler wordt, in die zin aan de buitenkant, hè, zonder de landbouwtak. Je hebt altijd heel veel plannen. Komen die plannen ook allemaal uit dan? Ja, dit broeit al een paar jaar, moet ik zeggen. En de naam Fresh Food Academy is er al een hele tijd. En hoe ga je dat dan, zeg maar, vormgeven? Wat is dat nou eigenlijk? We hebben nu bedacht van, oké, we weten wat het inhoudt. Vanaf 2020 gaan we beginnen. We hebben een aantal workshops ingepland waar mensen zich voor kunnen inschrijven, kunnen meedoen. En vervolgens... hopen we ook dat mensen naar ons toe gaan komen met ideeën. Ik merk dat dat al gebeurt eigenlijk voorheen. Dat er mensen waren die bijvoorbeeld graag zelf een workshop wilden geven. Bijvoorbeeld babyvoeding maken. En die zochten dan
een omgeving van waar kan ik dat doen? Weet je, ik heb thuis in mijn keuken geen ruimte. Had je zelf nooit aan gedacht, zoiets? Nee, inderdaad. En zo merk ik door erover te praten en door gewoon maar een start te maken en het naar buiten te brengen, dat het een vorm krijgt. Doe je dat met z'n allen dan, met je ouders en met je broertje samen? Dus dat je zegt, ik focus me ergens op, want ik moet toch ergens naartoe werken? Ja. Of ja, ben jij degene die de ideeën inbrengt en zij moeten volgen? Nou, ik denk dat iedereen wel ideeën doorbrengt, maar dat er nu een knoop doorgehakt is. En als en oké, en nu gaan we het ook doen. Dat gekletst de hele tijd, dat moet maar een keer klaar zijn. Ja, want dat is misschien wel het lastigste wat je wil doen, hè? Misschien wel als ondernemer. Om te zorgen dat je die focus houdt op één ding en dat je niet alles wil. Ja, dat is ook zo. Dat klopt. Ja, en een keer beginnen. Ja, ik zie daar ook wel wat schudden. En het is ook wel kijken van, hey, wat ga je doen inderdaad? Je begint eigenlijk wat breder en uiteindelijk ga je steeds wat meer weer smaller. Van, ik focus me daarop. Of wat is er al in de omgeving? Of wat loopt juist heel erg goed? Of waar is heel veel vraag naar? Ja, wat vinden mensen leuk? Ja. En zo merkte ik dat ook wel bij de aspergeboerderij. Ging dat ook zo dat we dingen organiseren. En op een gegeven moment merk ik van, oké, dit is het. Dus ja, zo moet het nu ook weer gaan. Had je dat ook dan Anneloes aan? Want je komt dan wel in een bedrijf dat zich met bepaalde zaken bezighoudt. Dat je denkt van, ik moet steeds die kant op? Of... Ja, ik denk, het is wel heel anders als je iets overneemt, denk ik inderdaad, dan wanneer je iets zelf opstart. Ik denk wel dat je niet inderdaad allerlei gekke dingen moet gaan opzoeken om maar iets te bedenken. Volgens mij is het ook wel belangrijk dat je gewoon een beetje blijft in de tak wat je kunt. Daar ben je goed in. En wij doen dan wel inderdaad dingen toevoegen aan het assortiment, maar niet allerlei gekke... Nee. Geen rare stappen. Nee. Maar dat is wat je dan straks ook gaat doen. Gewoon steeds een stukje er weer bijvoegen. Dat gaan we doen en misschien kan dat er wel bij. Ja, nou, ik denk dat de focus er al wel is, zeg maar. Het fresh food is het verse voedsel, een stukje landbouw, educatie. En daar richten we ons op. We hadden ook kunnen bedenken van, hey, we hebben een hele mooie ruimte met een open keuken. En je zou er bruiloften in kunnen gaan geven. Want die vraag is ook wel geweest van, goh, je kunt hier mooie feesten. Maar ik denk, ja, dat past niet bij ons. Dat hoort niet bij... Het is een asperges in een bruiloft. Kan natuurlijk ook, hè? Gezien naar Noordhuis, 25 graden noord uit Drouwen naar Veen. Ja. Ja, zij zijn begonnen, maar jij bent ook een beetje zo gedacht van, ik ga wat doen. Ja, nou, dat was eigenlijk al. Ik wist eigenlijk als puber al precies wat ik wilde. En dat was eigenlijk een recreatiebedrijf beginnen. En dan koos je er toch voor om voor de klas te gaan staan? Nou, ik heb eigenlijk gewoon een agrarische lerarenopleiding gedaan. En ik dacht, dat is heel erg breed. En altijd een mooie basis om naast een bedrijf te gaan doen. Want in het onderwijs kun je natuurlijk heel makkelijk part-time gaan werken. Ja. En ik denk, ja, de vaardigheden die je opdoet als docent, die kun je ook heel goed gebruiken in je bedrijf. En ik ben zelfs afgestudeerd in de richting PR en communicatie. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet in een onderwijsrichting afgestudeerd. Nee, en dan besluit je, want je komt uit Groningen, uit de provincie Groningen. Ik ga naar Drenthe, naar Drouwen en Veen. Ik koop daar een boerderij en ik begin een groepsaccommodatie met van alles en nog wat. Ja, nou, zo ineens? Nee, niet zo ineens. Eerst was ik op zoek gegaan om iets in Groningen op te gaan starten. Ik wist wel dat ik een groepsaccommodatie wilde met groepsactiviteiten. Dan zag ik een geschikte plek en dan ging ik naar de gemeente van, dit zijn mijn plannen. En in verschillende gemeentes in Groningen werd eigenlijk direct de deur gewezen van, nou, dat gaan we hier in ieder geval niet doen. Dus ik denk, ja, nou, dan had ik al zoveel gemeentes uitgesloten. Ik denk, oké, dan ga ik naar Drenthe. Eigenlijk gewoon op internet gekeken naar allemaal plekken die te koop stonden. En rondjes gaan rijden. En toen vond je hem in Drouwen en Veen? Ja, terwijl die niet op mijn lijstje stond. Dus dat was wel een toeval. En daar ben je begonnen. En wat heb je ervan gemaakt? Want je hebt het eigenlijk zelf gedaan, hè? Ja, de boerderij in het voorhuis wonen we. In het achterhuis hebben we de ene helft hebben we een groepsaccommodatie gemaakt. Dus daar staan 44 bedden in en we hebben eigenlijk wel de boerderijen gelaten. Maar wel, er zit de keuken in en een groepsruimte en douches en toiletten en slaapzalen. En de andere? En de andere kant is een ruimte voor groepsuitjes. Dus we hebben een heel mooi gezellig terras aangelegd en er zit een bar in en een vergaderruimte. Zelf gebouwd? Nou, de timmermannen hebben eigenlijk het grootste gedeelte gedaan. Maar ik heb wel alle vloeren gelegd en alles geverfd en gelakt en bestraat en muren gemetseld en noem maar op. En draait het inmiddels al een tijdje dan nu? Ja, we zijn nu eigenlijk 6 jaar bezig. Echt 6 jaar open. En ieder jaar groeien we nog meer. We zien ook dat ieder jaar het seizoen langer wordt. En we krijgen ieder jaar meer overnachtingen, meer gasten. Dus Moet je het dan vooral van hebben, van de groepsaccommodatie van de uitjes? Het was eerst zeg maar dat de groepsaccommodatie meer opleverde. Het is nu zo'n beetje wel 50-50. Dus, moet je er veel voor doen dan om mensen binnen te halen?
Nou, eigenlijk het grappige, ik ben begonnen eigenlijk door alle basisscholen in de omgeving aan te schrijven. Ik denk, weet je wat, als ik basisscholen heb, al die leerlingen die hebben weer ouders en weer een groter netwerk. Nou, ik kreeg daar direct heel veel basisscholen op. En toen kreeg ik de aanvraag voor kinderfeestjes. En dat was wel grappig, want ik was eigenlijk niet van plan om kinderfeestjes te gaan doen. Gewoon omdat ik dat zelf niet het allerleukst vind om te doen. Maar ik kreeg zoveel aanvragen. Ik denk, nou, dan ga ik maar gewoon kinderfeestjes doen. Want ja, je moet toch ergens ook gaan starten. Maar door die kinderfeestjes kreeg ik dus te horen van, ik kom heel graag met mijn familie hier. Ik wil graag een familiedag houden. Want ik was hier laatst met een kinderfeestje en die kinderen hebben het zo leuk gehad. Ik denk dat het ook heel geschikt is voor de familie. En zo, toen ging het lopen. Toen, was het echt jullie hebben een beetje een overeenkomst volgens mij, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ze is even wat verder dan jij bent, maar het gaat ook wel op deze manier. Ja, dat zo zie je het. Gewoon beginnen, hè? Dan wandelen we wel van het een in het ander. Ja. Ja. Nou ja. En waar komt het vandaan? Waar komen je klanten vandaan? Is het vooral uit de regio of een grotere? Grotere. Kijk, voor de overnachtingen komen ze ook wel eens uit Duitsland en België. En heel veel uit het westen van het land. Maar voor de groepsuitjes, van Groningenstad tot Leeuwarden tot Zwolle, dat is eigenlijk wel een beetje de... Veel bedrijven dan, of maakt dat er niet uit? Ja, heel veel bedrijven. Toevallig is heel veel zorginstellingen. Dus die hebben blijkbaar mij al gevonden en toen over verder horen praten. Dus het moet gewoon eerst groeien. Mensen moeten van je horen. Ja. Hoe bevalt het eigenlijk dan? Want je stond voor de klas, hè? Je bent nu ondernemer. Ik weet niet of je het alleen doet of dat je dat met meer mensen doet. Ik heb wel 10 mensen in dienst inmiddels. 10 mensen inmiddels. Ja. Hoe bevalt dat? Eigenlijk wel heel goed. Het is heel gezellig. We zijn echt een team met elkaar die het met elkaar doet. Wij selecteren mensen niet op een diploma, maar wel op een enthousiasme. En vooral hoe goed je ook kunt omgaan met mensen. En de rest leren we je wel. Is dat de inbreng van de vrouw dan? Als je zegt, ik selecteer niet op diploma, maar op intuïtie en op gevoel. Is dat misschien doet een vrouw dat meer dan een mannelijke ondernemer? Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Mijn meeste andere collega's zijn allemaal mannen. Ik ben echt een van de weinige vrouwen in de groepsuitjes. En daar zie ik eigenlijk ook niet precies hetzelfde doen. Want kijk, je moet gewoon mensen hebben. Je moet iemand voor een groep kunnen zetten die gewoon met mensen om kan gaan. En eigenlijk heb je in een gesprek, in de eerste minuut weet je al, die is er wel geschikt voor en die is er niet geschikt voor. Dat denk ik ook. Ja? Maar ik denk dat mannen dat ook wel hebben. Ik denk dat het vaak inderdaad meer zo is dat je naar je gevoel luistert. En dat je denkt, past dit binnen het team? En kunnen we hier wat mee? En heb je een klik? En of iemand een beetje een enthousiasme inderdaad heeft. Want dat is denk ik, wat jij zegt, dat ben ik wel met je eens. Dat kan bij ons ook wel. Weet je, je leert het hier wel. Maar als je er maar zin in hebt. En dat je gewoon een gezond arbeidsethos hebt, zeg maar. Ja, ja precies. Ja. Je lijkt me wel iemand die helemaal vol met ideeën zit. En iedere keer met ideeën bezig is. Lukt dat dan ook om die ideeën uit te voeren? Nou, ik heb eigenlijk echt wel honderden ideeën in mijn hoofd. Dus die kan je nooit allemaal tegelijkertijd uitvoeren. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat heb ik gewoon geaccepteerd. Maar ik heb wel het streven om ieder jaar weer wat nieuws te verzinnen. We hebben heel veel herhaalbezoeken. En ik denk dat je dan wel een verfrissend ondernemer blijft door ieder jaar wat nieuws te hebben. Wat is hip nu? Wat is leuk? Nou, wij hebben de eerste grot in Drenthe net geopend. De eerste grot in Drenthe? Ja, ja. En wat houdt dat in? Ja, we hebben natuurlijk niet echt grotten in Drenthe. We gaan de grond niet in. Nee, maar toen dachten we, we kunnen wel die speleologie-ervaring, hè, met door nauwe doorgangen en met een hoofdlampje op, natuurlijk nabootsen. Dus we hebben een soort van een kubus, een blok gemaakt van 4 verdiepingen. En hij is maar 2,5 meter hoog, dus het zijn ook echt 4 smalle verdiepingen. Ja. En met allemaal gangen erin. Dus je kunt op één plek erin en dan moet je jezelf... In het donker? In het donker, ja. Omhoog en naar beneden en in allerlei richtingen wurmen. En dan kun je op één uitgang er weer uit. Net als in een grot. Je moet niet claustrofobisch zijn volgens mij, want dan wordt het niet... Nee, maar gelukkig hebben we wel een opbouw erin. We hebben 4 routes en we beginnen met de makkelijke en dan bouwt het zich op. Heb je het zelf gebouwd dan? Of, Ja, zelf gebouwd. Zelf bedacht, zelf gebouwd. Okay. En hoe slaat het aan? De eerste kinderfeestje zijn er al mee geboekt. Dus wij zijn net een week open. Dus, ze komen er ook allemaal weer uit? Ja, ze komen er ook allemaal weer uit. Nou, we hebben ook nooduitgangen voor de zekerheid erin gebouwd. Dus, precies. Oké. Okay. Elke keer ben je dus bezig met zulke ideeën om te kijken van, kan ik volgend jaar dan weer wat anders doen? Want anders dan red je het niet. Het moet wel steeds vernieuwd. Ik denk dat je anders wel gewoon redt. Maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk om iets nieuws te verzinnen. En ik denk ook als je gewoon zo vernieuwend blijft, dan blijven mensen je ook interessant vinden. Want het zou heel leuk zijn dat als er een bedrijfsuitje is geweest, die zegt, hey, ik ben al een keer bij een collega geweest, weer bij een collega, en na 3-4 jaar dat ze weer terugkomen en zeggen, goh, nou, ik doe nu weer iets totaal anders. Ja, ja. En dan, Daphne, wanneer ben jij zover?
Wanneer hebben jullie dat helemaal rond? We hebben de eerste workshop staan op 20 december. En dan gaan we door. We hebben er nu eerst 4 gepland staan en van daaruit gaan we verder. Toevallig sprak ik net alweer iemand die bezig is met crèmpjes maken met ook natuurlijke producten. Nou ja, misschien is dat ook nog, als het maar in ieder geval zeg maar met verse producten bereid is of iets daarmee te maken heeft, zeg maar, dan haken we daar nu op in en kijken waar het strandt. Ja. Andalus, zit er nog groei in voor jullie? Wat betreft de doppen en zo? Ja, wat je maakt, andere dingen. Ja, wel wat betreft de metalen producten. Maar nu met de hele toestand rondom de boeren en de stikstof en dergelijke. Ja, denk ik dat wat betreft de oormerken voor de runderen, dat zal niet meer gaan worden natuurlijk. Dus dat, nou ja, je zei al, we gaan voor de grotere dingen straks. Dus wat dat betreft zou het kunnen. Dank voor jullie verhaal. Het programma zit erop. Dank voor jullie enthousiasme ook met z'n drieën. Dit was Ondernemen in Drenthe. Tot de volgende keer.